Jongeren van de Zevende-Dags Adventisten hebben vandaag het evangelie verkondigd op diverse locaties in de stad. Tijdens de zogenaamde flashmobs, waarbij een groep personen plotseling op een openbare plek samenkomt en een activiteit ontplooit, wilden ze de gemeenschap erop attenderen dat Jezus spoedig komt. Er is ook gebeden voor een voorspoedig schooljaar dat maandag aanstaande begint. Konastrati, voor mek desma sap. Abra akomba ka fumasra Jesus. En moro leki dati na fuko begi gide yongere. Ma skoro opo baka. En fa skoro opo wiala mala eyere sa epsa na akondre. So we take jaso tide na strati. Fu begi gide yongere. So dat tak as turi prestasi fudeng no kona gro. Ma tak asa opo. En daarom we take jaso tide na strati. En daarom heiligen we deze dag als de Sabbatdag. Dan doen wij geen werk. En dan zijn we ons echt meer gefocust op God. En dan doen we gewoon geen zaken. Dat is gewoon belangrijk, want vele mensen herdenken de Sabbat niet. Ze herdenken hun schepper niet. Ze herdenken zijn geboden niet. Ze denken dat ze God kunnen dienen op hun eigen manier. Maar er is een richtlijn. Vandaar dat we ook de gezondheid erbij hebben gehaald. De gezondheid is heel belangrijk, want we eten en drinken ook wat we willen. En mensen worden ziek. En we worden niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk ziek. Dus dat is een herinnering die ik wil meegeven ook. De flashmobs zijn gehouden bij de Volkskredietbank, Spanhoek en bij Kwaku. Er werden tractaten verdeeld en je bloeddruk werd indien gewenst ook gemeten. De flashmobs zijn georganiseerd door de Zevende-Dags Adventisten, die niet alleen voorstander zijn van een gezonde geest, maar ook van een gezond lichaam.